En Mark-Marie is niet de enige. De tentoonstelling in het Amsterdamse Museum is ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Om dat te vieren mochten 10 vaste tafelgasten hun eigen museumpje maken. En dus dook Mark-Marie de kelder in bij het Van Abbe. Nou, dat is met allemaal van die trekdeuren en zo. En die doen ze dan open. Dan begint het grote kiezen. Centraal staat een donker schilderij. Het is een donker landschap met een zaaier, met een man. Die vrij moeilijk aan het werken, zwaar heeft. En voor de rest zijn het alleen nog maar portretten die allemaal naar het donkere schilderij staren. Ik dacht toch, ja, ik ben toch een soort... Het is een heel verschrikkelijk woord, maar een soort mensenmens die, ja, snap je, ik vind vogels leuk, maar hoef ik niet. Dus ik dacht, god, dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. En ik vond het ook heel leuk dat Van Abbe het ook leuk vond. Want Van Abbe is natuurlijk eigenlijk niet bekend om de portretten, maar die hebben ze dus wel. Gewoon een hele grappige houding, een beetje stoer, maar ook kwetsbaar. En dat mannetje daar vind ik heel grappig. De middelvinger opsteekt nu naar ons. Ja, eigenlijk wel. De man is heel erg bezig met... Ja, met portretten, met gezichten en uitdrukkingen. En zo heeft iedere tafelgast zijn eigen zaal met ieder een eigen thema. Ik denk dat juist de variatie, en we hebben natuurlijk zelf ook wel de keuze gemaakt wie de conservatoren worden. Want we hebben wel meer mensen die veel bij ons programma betrokken zijn. Nou ja, ze hebben het allemaal waargemaakt, laat ik het zo maar zeggen. Mark-Marie is wat duidelijker in zijn keuze. Ja. Wat is de mooiste? Is dat toch niet van jou? Ja, is toch niet van mij. Ja.